We zijn er weer live vanuit. We zijn alweer live vanuit Marowijnen project. En ik zie dat de brandweer eraan komt. Maar goed, waarom we hier zijn. We hebben laatst nog een reportage gedaan over OS1 Marowijnen project. En we hebben gezien dat vanuit de samenleving mensen initiatief hebben genomen. Want leerlingen volgen lessen dus dan buiten omdat de lokalen vies zijn. Niet schoongemaakt zijn. We hebben een grote regen gehad. En de mensen hebben dus dan niet schoongemaakt. Ze hebben niet schoon kunnen maken. Want de schoonmaaksters zijn ziek. En er zijn geen andere mensen om dat ding op te vangen. Maar goed, vanuit de samenleving hebben mensen initiatieven genomen. Om dus dan vandaag schoon te komen maken. En niet alleen de mensen. Want ik zie dat de brandweer erbij komt om te helpen. SWM is er hier. Want ik heb vernomen dat de directeur van SWM, de heer Clifton... Linga heeft dus dan medewerking verleend. We hebben verschillende mensen in de samenleving, bekende figuren als Franklin Toddy. Ik zie journalisten hier als Naomi Hoover, ik zie DNA-lid, Sampi. Heel wat mensen zijn hier gekomen om dus dan een bijdrage te leveren aan dit ding. Raoul is in de weer, dus eigenlijk wil ik wel storen, maar goed. Je bent bezig, zwaar bezig, jij bent de initiatiefnemer. Ja, ja, zeg dat maar. We hebben, of ik heb het initiatief genomen nadat ik dat bericht en de beelden heb gezien wat op DTV, maar daarna ook op volgens mij Suriname Herald is dat bericht verschenen. Dus nadat alles te hebben gezien voelde ik me wel als burger van dit land verplicht om iets te gaan doen. Dus vandaar het initiatief genomen, een paar mensen gebeld, waarvan ik zeker wist van hé, dit is maar die Bodoa onder Bogima ondersteuning. Ik belde dus maar dat die. En zo is het gaan rollen. Om middelen te verzamelen, geen geld, maar dingen die we nodig hadden, schoonmaakmiddelen en andere dingen, zodat we dit konden doen vandaag. Er wordt een hele grote schoonmaak. Ik zei het al, ik zie de brandweer. SWM heeft ook een bijdrage geleverd. Hoe groot zal de school? Ga je die hele school schoonmaken? Die hele school schoonmaken? Ja, volgens wat we willen. Want als je bijvoorbeeld een deel maar van die leslokalen gaat doen en dat ander deel. Dus dan je geeft een deel als service en dat ander deel niet. Dus we gaan alles schoonmaken. Vandaar dat ik ook die ondersteuning heb gevraagd vanuit de brandweer. Ja. Om te helpen met water. SWM ook, zij zijn gekomen met hun hoge druk om dan alles schoon te spuiten. Dus we gaan alle lokalen schoonmaken vandaag. Okay. En ook het terrein. Okay. Ik zei het al, je hebt mensen opgeroepen. Maar kunnen mensen nog komen? Want tot hoe laat zijn jullie bezig? Want het was mij lukken door de buurt. Hey, ik ben van Flora bijvoorbeeld. Wie wil komen? We zijn de hele dag bezig, dus mensen kunnen komen. Maar het is nooit te veel. Ja. Nu zitten we met zeker 15 tot 20 mensen. En als je meer of nog zoveel het aantal krijgt, dan vele handen maken het werk wel lichter. Ja, ja. Dus mensen kunnen nog steeds komen om een bijdrage te leveren. We komen zo bij u. Mevrouw Hoever, ja. Je schrijft niet alleen voor de snelle pennen. Maar je levert ook een bijdrage wanneer dat moet. Zeker weten. Het is altijd goed om burgerinitiatieven te ondersteunen. Des te meer het van een collega. Ja. Ja. Maar wat vind je ervan dat die kinderen dus dan eerder lessen moesten volgen buiten? Ja, ik vind het een vreselijke zaak. En het geeft weer aan, daar heb ik het niet over deze regering. Of van de overheid is één en hetzelfde. Dat de overheid eigenlijk in gebreken is gebleven. Dit gaat niet om onderhoud van een week of zo. Het is achterstallig onderhoud van jarenlang. Dus zo zie je dat de overheid zich niet goed van hun taak kwijt. Ja, ja. Ja, maar je bent helemaal in, je doet helemaal. Helemaal, om te zien, dat president. Ja. Mensen die thuis zitten en dachten van, hey, ik wil langskomen, wat geef je mee? Ik denk dat het verstandig is om te ondersteunen, vooral mensen van de buurt. Ik denk aan leerkrachten die op deze school lesgeven en ook ouders. Ik had meer ouders, of ik weet niet als er ouders hier zijn, ik denk het niet. Ja. Maar die ouders, wiens kinderen hier op school zitten, dat ze...
deze zaak ondersteunen. Ja, maar er moet wel een structurele oplossing komen, denk ik. Ja, zeker weten. Dit vraagt om een structurele oplossing. En dat de overheid en het ministerie van Onderwijs, dat ze, hoe zal ik het zeggen, voor duurzaam onderhoud zorgen van de verschillende scholen. Want we zien dat die overheid bouwt scholen en aan de onderhoud laat de wensen over. Dus vanuit deze plek doe ik een beroep naar die overheid dat ze zich beter van hun taak kwijt wanneer het erop aankomt. Wat met betrekking tot onderhoud van scholen. Het lijkt wel een Surinaams probleem te zijn, onderhoud. Nee, helemaal niet. Ja. Succes met wat je doet. Ja, dank u wel. Hi, meneer Asabida. Er is wel een verschil. Er is een verschil tussen Asabida en Abizoida. Het verschil tussen Asabina en Abizoida. We zullen jullie vragen wat het verschil is. Niet mooi, maar Asabina. Hey, moet je niet horen. Maar je bent best wel blij met de mensen die zijn gekomen. Tuurlijk, want ik alleen zou het niet kunnen doen. Mm-hmm. En we zien dat er mensen zich hebben aangemeld om te helpen. Anderen hebben hun medewerking verleend om bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen te geven. Mm-hmm. Tramande fysiek aanwezig. Dus dat loopt wel. Manja de wels, machanja. Tuurlijk, we hebben gewoon van alles gekregen, van alles dat we nodig hadden. Mm-hmm. Enige wat ik duidelijk heb gemaakt aan de mensen die willen ondersteunen, geen geld. Ja. Want daarna is dat... Money. Ja, liever niet. Dus we hebben geen geld ontvangen. Maar zeker schoonmaakspullen, bezems, dweilemmers, van alles, water. We hebben van alles gehad. En als ik nu namen zou moeten noemen, Abofuru, maar je hebt Furu. Ik ken bijvoorbeeld vanmorgen avond is Masan bel me van nee, hoe is het druk met Abing? Maar kon dat naar Marcel Oostburg. Ja. Maar we hebben ook de volle ondersteuning gehad van de heer Stanley Dijkstil. Okay. Meneer Roosveld heeft ook geholpen. Mm-hmm. Meneer Sampi. Dus gewoon los mijn ondersteuning initiatief, maar ook andere mensen die ook hebben aangegeven nee, ik heb die oproep gezien, ik heb het ook gehoord. Meneer Limburg heeft ook zijn bijdrage geleverd. Dus ja. Mensen hebben geholpen en dat geeft me meer het gevoel van het was nodig dat ik dat initiatief moest ondernemen om iets te doen voor die school. Niet meer voor die fame, maar het gaat om kinderen. Ja. Als ik echt puur naar het belang zou moeten kijken, mijn kinderen zitten hier op school. Mm-hmm. Maar als je echt specifiek naar dat soort dingen moet gaan kijken, dan ga je nooit helpen. Ja, ja. En het belang ervan, we zeggen allemaal de kinderen van vandaag naar de toekomst. Dus laten we de toekomst een kans geven. Inderdaad. Dat kader moet je het zien, maar voor alle andere dingen, gewoon aan de kant laten. Wat je bij moest komen, en dat was belangrijk. Maar ook tijdens de gesprekken met de schoolleiding. Ja. Is er wel, ik kan wel zeggen dat er komt een oplossing. Oh, nice. Er komt zeker een structurele oplossing. Okay. Omdat je zit ook met een vraag, want na zo'n grote schoonmaakbeurt, weet je, aboom, na een week, twee weken, drie weken, als koro o dot bakka en hoe verder. Ja. Maar er komt een structurele oplossing. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Je bent vergeten om te zeggen dat DTV ook werkt, want meer ook toe te houden. Nee, jij was er ook bij voor deze uitzending. Ik zag je ook spuiten, harken, bezemen en afdrogen. Ja. Dus, maar collegiaal, Asan zit in het, dat is wat Naomi zei. Ze heeft die oproep van een collega gezien. Ja. En jij bent er ook bij. Ja. Je hebt jouw deel gedaan voordat je hiermee bent begonnen. Mm-hmm. Dus ik roep de rest op om ook te komen ondersteunen. Tot hoe laat zijn jullie bezig? Nou, ik kan geen tijd aangeven, maar het is nu, als ik nu naar de tijd kijk, het is nu 12:08. We zijn zeker tot 3 uur, 4 uur hier nog. Want Adjari moest screen eten, want de klas is spooit in een hoge druk. Daarvoor heeft de SWM-directeur gezorgd. Dat gedeelte van de brandweercommandant heeft medewerking verleend. Dus het terrein moet nog opgeschoond worden. Ja. De klaslokalen, moesten eten, stoelen en tafels weer, want maandag moeten die kinderen naar school. Inderdaad. En dat gedeelte is aan mijn breedte, dat moende in de Pchinkong. Ik ging wat krienklas. En toen kwam ze ook nog de inwang, echte krienklas, zodat ik kan genieten onderwijs drappen. Hey, succes met wat je doet. Dankjewel en jij ook. Ja. Ik zie meneer Toddy hier, ik weet niet waarmee hij bezig is, maar we lopen daar op toe. Meneer Toddy. Ja.
Want je bent live of zo? Nee, ik ben niet live, man. Ja, je bent ook hier. Je hebt dat ding gehoord. Ja. En je bent ook komen ondersteunen. Klopt, helemaal. Ik ben komen ondersteunen, ja. Ja, wat vindt u er zelf van dat mensen zulke initiatieven nemen? Heel prima, want ik ben zelf een sociaal bewogen mens. En Raoul, ik zou je naam in Sap Herboom. Amana Orumati, dus hoe tek om hen stappen, roken samen om hen presie. Dus ik vind het heel goed en ik ben komen ondersteunen. Ik heb mijn wezenlijke bijdrage geleverd. Maar dit soort ondersteuning die zie je, die zie je dat er allemaal actie ook toe. Want je zat dat je doodt op je bord, dan kan je naar Limbo. Boy. Dat zijn zo'n telefoontjes. Boy, ik heb nu totaal en totaal moet tegen. Dus ik ben een biggie Limbo, maar die man, ik heb... Hij doet goed werk. Hij doet goed werk en zijn station is goed beluisterd. Ja. Ik heb 365 app in mijn telefoon waarop ik heb gereageerd. Om die mensen tevreden te stellen en een oplossing ernaar zoekt om alle problemen die via mij aangekaart is, proberen op te lossen. Ik ben niet de minister van Openbare Werken, ik heb die mensen ook gezegd. Bepaalde kan ik wel oplossen, maar bepaalde kan ik niet oplossen, want we hebben echt openbare werken nodig om die problemen op te lossen. En we roepen van hieruit aan minister Voetek en Pressie. Het is een lazy, mijn kara minister met tegen jou. Ik spreek hem niet aan, wie ben ik? Ik ben niet de president. Maar minister, met beg you, take you pressie. Want bepaalde werk heb je niet eens geld nodig te doen. Als je sociaal bewogen bent, ik doe een oproepje aan minister. En neem voor minister Sarik, maar voor jou om een opdracht voor de ouderen. Dus met tegen nu, voor de doe de passie. Met je roman, tak die de maand in Radio 10. Tak owe lapwa olo na la tour weg. En owe lapwa olo na la tour weg na gasmenti. Namen Todi Nanga Todi en Sons Nanga Proba Straat in Dwing. We hebben basecourse gekocht en cement gekocht en we hebben het gedaan. Reden waarom? Misref go naar Olodati en Mibanti Koti. Oké. Ik heb het zelf ervaren. Dus mijn wacht die away voor Dwing als ondernemer vanuit Limbo. Om eens maar door een beroep dat Latourweg, Gongreepstraat, Gomperstraat. Boy, dat Unusref go Udreasment Ulapa Olo. Nice, zo zijn we bezig op verschillende locaties. Oude mensen die vragen naar krukken om Goyeb de Snoeibong. Die mensen wonen alleen. Daarmee zijn we bezig om uit te zetten. Komend zijn we druk met werkzaamheden. Niet van OE, maar van oude mensen, onze senioren burgers, voor Goyeb de Sma, Krindenjari. Dus we zijn aan de gang. Geloof me, we zijn aan de gang. Maar dat jullie hier bezig zijn, dat monden de Chinka Guascorobaka in een kringlokaal, is best wel een heel mooi ding. Top! Geloof me, Gerald, dus die ik met jou naar Raoul Abisoyna ja. Dat ik dacht, hey, als ik met de toeman is, dan is het voor je kring zo. Je spoit je piggy. Ik dacht, als Gerald kan doen. Dat kan ik doen, toch? En ik breed ik vallen. Dus dat initiatief dat ik moet voor Raoul Abisoyna, naar Gerald Hardenwijk, heb ik gewoon volop geondersteund. Dus ik zal niet zeggen op welke wijze ik heb geondersteund, maar met dit. Ik ben een sociaal bewogen mens, meer ik wil om onze toekomstige mensen die het land moeten overnemen, onze jeugdigen, dan ben ik daar. Dan ben ik zeker daar. Oké. Veel succes. Hey, thank you, mijn brother. Thank en zo lobby. Een programma view, top. Goed zo. Mooi. En dat hebben we gedaan. We sluiten af met parlementariër meneer Sampi. Yes. Dus ik bouw ook of niet, want ik ben je spoit die look te zien. Hoe is het? Ik ben ook buiten en over zo'n start. Ja, dus nou, big score. Ja. En mijn breedte van. Oké, laat me u alvast beginnen te complimenteren, DTV. Want via DTV, Michel zijn voor het eerst. Als eerst. Dat kwam de situatie dat jij zijn naar de Sokosond. En bakken dat Michel Raoul plaats zijn, doen een oproep dat avans. Maar ja, dus. Ik had vandaag mijn vrij toevallig, mijn nog binnenland dat weekend is. Dus mijn dag met mijn konja. Inderdaad. Ja. Mooi, maar mooi initiatief, hè? Heel mooi initiatief. Kijk, het is voor onze kinderen. Ja. Het is voor de toekomst van het land, dus we moeten het doen. Ja, mijn firma heeft geroepen, dat ik met mijn en mijn Bereti ook doe, dat ik Juja, Raoul, Michi Todi, Michi Oemensma, Sranamang, Abma Atigire jongeren. En die komen massaal voor leveren aan bijdrage, dus mijn Bereti. Dat ik opkomst deed en misschien dat ik SWM kom, misschien dat ik brandweer kon leveren, wat er. Dus dit is maar ons doen. Dit is maar go in op een oproep en ja, het wordt een mooi iets. Ja, je bent niet alleen gekomen, je reed maar toe. Ik ben met vijf mensen gekomen, vijf sterke mensen van mijn stichting gekomen. En dit is mijn robot. Zijn van je stichting, hè? Zijn van mijn stichting, Takiviti. Het is een gemeenschap ontwikkelingsstichting. Oké. Je hebt ding Poti Beauty en mijn actie is maar dat ik een project deed. Laten we gaan steunen en morgen maar de mamitak awaki no matja voeren. Dus ik ben maar met maar vijf mensen gekomen.
En de chirurg is mijn rokot rangen. Oké, mensen die nog thuis zijn, kan je dit in de buurt, leerkrachten, wat geven ze mee? Kijk, Tide Oja, we gaan het vandaag schoonmaken. Mm-hmm. Maar laat het niet zo zijn dat we vandaag schoonmaken en dat Tamara omkomt met schoonbakken. Ja, ja, laten de mensen oog in het zeil houden. Ja, ja. Dat Alassan Ja hoorkring veilig gedepting. En de buurt is Masang de Bong. Voor de gro abra skotu. Ja, ja. Etroe bladeren kota pajari met den kap de bon. Takasan de tisonetjes. Maar zeker ook to onderwijs. Want even luku bepaalde voor de lokale. Da ano a wateroverlast en veroorzaak. A fisti tapascoro. Ja. Maar achterstallijke onderhoud. Ja. Voor de score. Dus met onderwijs met rokofeng. Tak ano OS Marowene project score omwang. Maar zeker alle scoren landelijk, ik kies regelmatig onderhoudsbeurt. Dat de score kan de hygiënisch mooi boem. Dat de tjie kan genieten onderwijs van Oudo veilig. En dat de man af daar ook zo, als je aan het media, dat de score op de tjie ego, ja, naar de gezond of naar de veilig gedeb. Oké, dankjewel, DNA Lid. Graag gedaan. Ja. Edgard Sampi was dat. Met wie wij gesproken hebben. En we zijn tot 5 uur hier. Dus als je nog even wil komen helpen. We zijn ook hier. Als je even wil komen helpen. Zou het heel goed zijn. Vooral als je van de buurt bent. Hè? Dan zou het heel goed zijn. Om een bijdrage ook te komen leveren. Ik ben vandaag. Mijn verontschuldiging. Ik ben goed in Okselman. Want ik was aan het werken. Maar normaal kom je niet zo op televisie. Maar we hebben het zo moeten doen. Om dus dan toch deze reportage te brengen. We zijn niet op het erf. We zijn niet bij de lokale. Maar dat mag niet volgens de policy van onderwijs. Geen nood. Maar vanuit hier hebben wij dus dan het verslag gebracht. Van wat er allemaal gebeurt. Hier bij OS1 Marowijne project. Waar we dus dan zien dat mensen schoonmaken. En dat is bijzonder. Dat mensen zulke initiatieven nemen. Om schoon te maken. Ik ben Gerald Harderwijk. Roberto Armskerk. Is natuurlijk altijd de cameraman van de Nieuwe Politiek. En we hebben dus dan voor u gebracht deze live uitzending. Ik hoop dat je dus dan geïnformeerd bent. En vooral de mensen van de buurt. Kom even langs. Kom even helpen. Vooral als je kinderen hier hebt. Kom even helpen om hier schoon te maken. Tot een andere keer. Dit was DTV live vanuit Flora. Tot zo. Dat was mooi.